Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo en dit kanaal gaat over comics en geeky dingen. En ik kreeg een vraag van een van de kijkers, van Karel. En die zei van, waarom heb je het eigenlijk altijd over comics uit de jaren 80 en jaren 90? En nooit over de comics die na 2000 zijn verschenen zo'n beetje. Dus niet alleen die Junior Press comics van toen, maar ook de comics van de Standaard bijvoorbeeld. Die heeft een tijdje Marvel Comics uitgegeven, de Standaard uitgeverij. En Z Press. En dan heb je nog Dark Dragon en weet ik het allemaal. En nou, dat is een goede vraag. En Dennis gaf daar al een beetje antwoord op. Er worden al heel veel vlogs gemaakt over die comics, in Amerika onder andere. En ik laat me eigenlijk vooral leiden door het maken van vlogs. Door wat ik op dat moment aan het lezen ben, of wat ik tegenkom. Of waar ik het op dat moment eigenlijk gewoon over wil hebben. En dat zijn vooral comics uit de jaren 80 en jaren 90. Het decennium, de twee decennia waarin ik opgegroeid ben. En toen de hoogtijdagen van Junior Press. En zoals jullie weten heb ik recent een grote verzameling Junior Press comics gekregen. En die zijn erg inspirerend. En daar ben ik ook doorheen aan het gaan. Die zijn erg leuk om over te praten, die comics. Onder andere deze gave Spider-Woman comics zaten daarbij. Dit is een mooie, ja, het is toch een spectaculaire cover van Spider-Woman. En deze is ook mooi. Nice booty. Dus er is niet echt een vooropgezet plan voor dit kanaal. Ik heb het gewoon over dingen die op dat moment voorbij komen of die me boeien of wat ik aan het lezen ben. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Bijvoorbeeld dit krantje van Secret Wars. Of wat ik op dat moment ook maar gewoon, ja, wat er voorbij komt of wat ik op Instagram zie. Nou heb ik ooit de potentie wel gehad toen ik begon als stripjournalist ruim 15 jaar geleden. Dat ik dacht van wauw, ik moet de Nederlandse strip gaan helpen. En dan ga ik interviews doen met makers en stukken schrijven. Voor de VPRO-gids en andere publicaties. En online. En dan help ik die stripwereld een beetje. Nou ja, dat is misschien wel een beetje zo. En ik denk zeker dat iemand als Marcel de stripvlogger op YouTube ervoor zorgt dat strips onder de aandacht komen bij mensen. En dat je daardoor nieuwe strips ziet. En dat je weet wat eruit komt en dat soort dingen. Maar ik denk dat mijn succes daarin toch wel redelijk bescheiden was altijd. Het helpt wel natuurlijk wel als je een stuk hebt in de VPRO-gids van een maker. En soms leidt het ook wel tot verkoop, maar we moeten dat wel, ja, binnen proporties zien, zeg maar. En nu ik daarmee gestopt ben, heb ik gewoon de neiging om het alleen maar te hebben. Ik wil gewoon hebben over de dingen die mij boeien. Dat ik me niet meer in een keurslijf hoef te laten voegen, zeg maar, van Europese stripliefhebbers en dat soort dingen. En Oké, ik hou van Luke Luke en ik hou van sommige Europese strips, maar dit is waar mijn hart sneller van gaat kloppen, namelijk comics. En natuurlijk nu in het bijzonder zitten we in de periode dat Junior Press eigenlijk een soort, ja, renaissance doormaakt, zou je bijna kunnen zeggen. Van liefhebbers online. En ik vraag me wel eens af, en misschien hebben jullie wel een antwoord op die vraag of vind je het leuk om daarover na te denken. Stel dat sociale media had bestaan in de tijd dat Junior Press nog publiceerde. Ja, zou ze dan nog steeds Nederlandse comics uitgeven, dus Nederlandse vertalingen van Amerikaanse comics. Want je hebt wel inderdaad Dark Dragon books, maar ja, daar heb ik helemaal geen exemplaren ook van trouwens. Dat helpt ook niet om vlogs te maken. Ik heb de uitgeverij wel eens benaderd toen ik nog veel postvlogs deed, maar nooit wat op gehoord eigenlijk. Dus dit, nou, laat lekker zitten, want de meeste wat ze uitgeven heb ik toch wel in het Engels op de plank. Dus het is niet een hekel aan de verhalen die na 2000 zijn verschenen. Hoewel er wel een bepaalde schrijver was van Spider-Man waar we het nooit meer over gaan hebben. En waar ik zeker geen reclame voor ga maken. Ben ik ook wel fan van sommige verhalen van Spider-Man. En soms behandel ik dat soort dingen op Amsterdam Comic Geek. Maar ook daar laat ik me heel erg leiden door wat me op dat moment bezighoudt. En wat me boeit. Dus ik hoop dat ik daar de vraag een beetje mee heb beantwoord. Dit is Captain America trouwens van Standaard Uitgeverij. Dat heeft allemaal niet zo lang geduurd van Standaard Uitgeverij. Het is wel een leuk verhaal trouwens van Rick Remender en John Romita Jr. En er komt, ja, Captain America in een andere dimensie terecht. En John Romita Jr. is een van mijn favoriete tekenaars, zoals jullie misschien weten. En hij ontfermt zich over een kind. En dat is wel leuk. Het gaat dus eigenlijk over, ja, Captain America die vader wordt, zeg maar. Conan the Barbarian-achtige toestanden. Maar dan ja, dat hij een kind moet opvoeden. Dus dat is onder andere in het Nederlands uitgegeven. En dit is een uitprobeersel van de Humo. Die heeft toen een tijdje
bundels uitgebracht. Ik denk maar een paar hoor. Van onder andere de Avengers en de Hulk, weet ik. Ja, dat heeft ook allemaal niet zo lang geduurd. Zie je, dit is dan nummer 3 uit de reeks. Ja, ik was vooral dit aan het lezen. Oude Spider-Woman verhalen. En daar heb ik op Amsterdam Comic Geek al een keer een vlog over gemaakt. Over die Essential verhalen. Die bundel die ik had. En dit zijn eerdere in het Nederlands uitgegeven. Nou, laten we daarmee ook eindigen met de Booty van Jessica Drew. Could be worse. Anyway jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Ik denk dat ik zo de vraag aardig heb beantwoord. En ik ben inderdaad benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Had Junior Press een grote succes geweest? Hadden ze nu nog strips uitgegeven, comics uitgegeven? Als we in die tijd sociale media hadden en dus mensen konden attenderen op het feit wat er allemaal uitkwam. Wat we nu eigenlijk doen, hè? Van ik heb een haul en ik heb iets fantastisch gekocht. Dus een hele verzameling opgekocht. Of ik heb deze comics besteld. Zou dat überhaupt helpen om mensen meer comics te laten kopen? Nou, ingewikkelde vraag die niet misschien zo makkelijk te beantwoorden is, maar wel eentje wat leuk is om over na te denken. Tot de volgende vlog.